En nu? Titel gewerkt? 100%. 100%? Dat is al zeker, dat is al zekerheidje? Ja, moet. Zeker weten. Ja, is dat ook een beloofde glory of zo? Van, ja. Nou ja, je hebt het zelf gezien. Dit keer stond het in mijn contract echt. Hebben het op laten nemen. Dus ik ga ervan uit dat het volgende voor de titel is. Ja, Louis. Ja. Je wilde een witte tijger vermoorden. Je wilde voor spektakel zorgen. Is het allebei gelukt? Dat is een vraag die ik aan jullie moet stellen, toch? Is het gelukt? Wat mij betreft wel, maar... Oké, dan is het goed. Ja, nee, ik zat er goed in. Ja. Ja, weet je, zo kort na de partij kun je niet altijd zeggen wat je van de partij vindt. Je moet het nog laten inzinken, maar de berichten waren heel positief. Dus ik denk dat dit wel misschien mijn beste partij is binnen Glory tot nu toe. Wat maakt het dan voor jou dat het je beste partij, dat het voelt als je beste partij? Nou ja, ik heb gewoon 3 rondes lang de actie kunnen drukken. Er werd wel meis verweten dat ik soms te passief was. Dat ik met de rem erop vocht. En ik denk dat ik dat dit wedstrijd niet heb gedaan. En je was heel hongerig, hè? De eerste ronde, snel die waarschuwing, dat hoorde je niet dat ze stop zei? Of... Nee, ja, het is gewoon de hitte van de strijd, toch? Je kan wel stoppen, maar stel je voor dat de tegenstander wat terug doet, loop jij op een stoot. Dus liever achteraf vergiffenis vragen dan vooraf toestemming. Neem ons eens mee door de 3 rondes. Wanneer kreeg je nou echt het gevoel van, deze heb ik heb het onder controle? Nee, eigenlijk al na de eerste ronde. Na de eerste ronde had ik al zoiets van, als ik dit blijf doen en de druk nog probeer op te voeren op bepaalde momenten, dan heb ik hem. En dat was ook gewoon zo. Ging dit helemaal zoals je voorgesteld had, naar je verwachting? Enigszins wel. Ik had er wel graag eruit willen halen. dat is de enige wat mij nog uitblijft binnen Glory, echt een knockout. Maar al met al heb ik gewoon 3 rondes gedomineerd. En dat is ook goed. Wat ging er door je heen als je dan zo richting de ring loopt? In een Ahoy met het publiek erbij? Ja, het was leuk. Het was echt leuk. Want zoals ik eerder zei, ik was heel blij dat het publiek weer bij kon zijn. En ik heb er ook echt van genoten. Je zag dat ik gewoon mijn tijd nam met de opkomst. Ja, je liep nog even terug? Ja, ik liep nog even terug. Ik wou het gewoon... Ik leefde echt in het moment. En ik nam alles tot me toe. Dus ik was echt blij dat het publiek weer was. En nu? Titel gewerkt? 100%. 100%? Dat is al zeker, dat is al zekerheidje? Ja, moet. Zeker weten. Ja, is dat ook een beloofde glory of zo? Van, ja. Nou ja, je hebt het zelf gezien. Dit keer stond het in mijn contract echt. Hebben het op laten nemen. Dus ik ga ervan uit dat het volgende voor de titel is. Immers, ik heb 4 partijen gewoon gedomineerd. En de titel kan nu niet meer uitblijven. Weet je al iets over tegen wie en wanneer? Nou ja, de 2 die voor de titel vechten, die zijn straks aan de beurt. Dus 1 gaat misschien naar de UFC, heb ik gehoord. Dus we zien wel. En weet je dan al een termijn? Is het dan vanaf nu ook die knop om en meteen die focus voor jou op dat titelgevecht? Nee, eerst lekker even genieten van mijn winst. En daarna kijken we, krijg ik wel bericht van Glory, hoe of wat. Dus het komt wel goed. Weet je ongeveer wanneer het is? Want het lijkt me een heel groot verschil. Stel je voor dat het over een jaar is of over... Nee, het zal sowieso niet over een jaar zijn. Nee. Maar ik hoop gewoon zo snel mogelijk. Misschien december, januari. Dus dat zou goed zijn. Of anders, we hebben ook 23 oktober in Gelderdoom is er weer een gala. Dan kan ik ook weer vechten, toch? Ja. Is dat. En dan? Waar gaat de reis van Luis Tavares ooit stoppen? Eerst Glory kampioen worden in mijn gewicht. En daarna kijk ik even omhoog. Dan wil ik ook die titel pakken. En daarna zien we wel. Maar dat zijn de eerste 2 dingen. In de categorie mannen die we aan het eind van de avond gaan zien. Een Balahari. Ja, inderdaad. Ja. Dat gewicht, ja. 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 In hoeverre ben je daar dan nu al zo concreet mee bezig? Nog helemaal niet. Ik focussen eerst gewoon op mijn eigen gewicht. Dat is het belangrijkste. Je moet alles stap voor stap nemen. Dus eerst ga ik gewoon voor mijn eigen titel. In mijn eigen gewicht. Die ga ik gewoon pakken. En daarna zien we wel. Al bij al, perfecte avond hier in je eigen Rotterdam. 100%, ja. Nu kan ik lekker genieten, toch? En ik hoop dat jullie hebben genoten van mijn wedstrijd. Dus... Ik in ieder geval wel. Hey, thanks man.